Jeremy Waterspoon nog steeds. 'S Werelds snelste op de 500 meter. Vanmorgen 34,77. Dat was wel zijn beste 500 meter. En zeker zijn snelste van dit seizoen. Hij is de houder van het wereldrecord. 34,63. Hij geldt al 2 jaar als wereldsnelste. Vorig jaar leek Shimizu aan dat tijdperk een einde te gaan maken. Toen hij opende in Calgary in een fabelachtige 9,41 in een rechtstreeks gevecht met Waterspoon. Maar toen viel Shimizu in de eerste bocht. Ging Waterspoon verder, zette het record nog scherper. En sindsdien heeft Shimizu gepoogd meerdere keren om aan dat wereldrecord van Waterspoon te komen. Vanmorgen, iets van 2,5 uur geleden, kwam hij 100ste tekort. Ook weer in een rechtstreeks gevecht. Toen ging de opening van Shimizu. En dat is zo'n belangrijk wapen van die kleine Japanner in 9,50. 9,50 vanmorgen nu. 9,45. Nu is hij sneller. Waterspoon is ook sneller dan vanochtend trouwens. 9,45. En als Shimizu zo ronde kan rijden als eerder vandaag, dan pakt hij het wereldrecord. Want sneller dan hij vandaag eerder al was op de volle 400 meter is hij nooit geweest. En hij rijdt een ruime bocht, maar is van Waterspoon af. Hier rijdt de wereldkampioen en komt er een wereldrecord. Ja! Ja! 34,32. Hiroyasu Shimizu, wereldrecord. Hij heeft het weer. Het was hem ontvreemd door Jeremy Waterspoon. Waterspoon die ook onder het oude wereldrecord rijdt hier. Maar hij is niet alleen 's werelds beste, want dat was hij al. Hij is ook weer 's werelds snelste. 34,32. Salt Lake, 1423 meter en 7 centimeter hoog. Heeft zijn derde wereldrecord. Het zijn de sprinters die de wereldrecords schenken aan Salt Lake. Na LeMay, na Garbrecht, nu Hiroyasu Shimizu. 32 wereldbekerwedstrijden won hij. Olympisch kampioen is hij. Maar hem gaat het maar om één ding, om één kick. Het wereldrecord. En dat was hij kwijt en heeft hij nu terug.